dat blijft ze leuk vinden. Ja, snap ik. Ik doe ook altijd nog steeds de snuffeldoos, weet je wel. En de auto ligt vol met bakjes en plasticjes en om ter plekke iets neer te zetten. Ja, een beetje variatie aanbrengen. Ja. En gewoon dit in de tuin en in huis allemaal rommeltjes, of tenminste, eetbaar spul verstoppen. Ja, ik had met de auto nu, want ik heb nog steeds, soms als het gewoon te stressvol is, dat ze in huis plas, weet je wel. Oh, ja. Of ik zie de signalen niet, omdat ik ook met andere dingen bezig ben. Dat ze denkt, nou dan ben ik binnen. Ja, en dan plassen ze nog steeds op die matjes. Dus dan hadden we ook met, ik heb ze ook gewoon vast liggen en daar wordt ook niemand boos om. Nee, en ook met auto mooie nieuw, oplossing. Had ik die dingen liggen. Dus zei ik tegen Chris, ja weet je, als ze daar plassen en poepen, zei ik, maar hij zegt, Anita, zouden echt meer mensen zoals jij moeten zeggen. Ja, moet ik daarvan in de stress raken dan? Ja. Ik ben anders gewend met dat ding. En nog steeds zeg ik wel eens gekscherend, dit is gewoon karma. Want alle rottigheid van allemaal honden is teruggekomen in haar. Oh. Wat een zoek lieve honden. Makkelijke honden gehad. Ja, ja, zijn het houdt een keer lief, op. Hè? Ze is heel lief, maar makkelijk niet altijd natuurlijk. Nee, makkelijk is niet altijd. Nee. En ze heeft ook gewoon er kracht mee. Zo. Er zit een hele hoop fanatisme in. Ja. Ja, en als je dat omzet in ze is een fysiek. Ster, hè? Ik loop nou in de wijk ook gewoon met een kortere lijn. Ja. Gewoon toch die 3 meter in plaats van die 5. Ja. Want zij krijgt zoveel ruimte met die 5. Ja. En je gaat hem toch in zo'n in die nauwe straatjes toch niet benutten, die 5 meter. Dus dan maak je het jezelf alleen maar onnodig moeilijk. Ik vind wel echt, ik heb het natuurlijk een half jaar niet gezien, dat ze enorm vooruit gegaan is. Zeker omdat wij elkaar een poos niet hebben gezien. Ze komt hier binnen en nou, we konden elkaar drie zoenen geven, niks aan de hand. Nee. Hè, ze loopt af en toe een beetje snel, dit brengt haar nu tot rust. Ja. En je ziet geen totaal ontspannen hond hier in de achtertuin, maar ja, wat verwacht je? Nee, maar ze is ook niet helemaal van het padje of zo. En zeker voor zo'n lange poos geleden dat ze hier is geweest, is dat echt super. Nou, ze herstelt gewoon sneller ook, hè? Ja. Het is echt een lange adem traject. En ik denk echt dat met Denise en Chris